Bij SkinVivo willen we eigenlijk de kankerdiagnostiek sterk verbeteren. Wij focussen ons daarbij in eerste instantie op de blaaskankerdiagnostiek. En wij maken een beeldvormende katheter die de structuur van het weefsel laat zien wat achter de wand zit. Dus wij kunnen echt in het weefsel kijken. Bij Choice ontwikkelen wij de anticonceptie van de 21ste eeuw. Wat wij maken, dat moet eigenlijk zo'n beetje alle anticonceptie gaan vervangen uiteindelijk. Per jaar sterven er ruim 1000 patiënten in onze Nederlandse ziekenhuizen door zorggerelateerde schade. Wij bieden interactieve en realistische simulatietraining die je op de werkvloer kunt gebruiken, waardoor zorgprofessionals beter, vaker en makkelijker kunnen trainen op de werkvloer. Je kan het eigenlijk zien als een optisch biopt, dus zonder een invasief biopt te nemen en weefsel weg te halen, kunnen wij al laten zien wat de structuur van het weefsel is tijdens de eerste diagnose. En zo dus zien, groeit hier wel een tumor? En als er een tumor groeit, kunnen we ook zien hoe diep deze gegroeid is, zodat de patiënt veel sneller de juiste behandeling krijgt. Bij Choice BV zijn we aan het werk om een implantaat te creëren. Implantaatjes die in de eileiders kunnen, waarna die eileiders kunnen worden afgesloten of opengezet van buiten het lichaam. Wat je daarmee krijgt is anticonceptie die eigenlijk reversibele sterilisatie is. Waarom is dat belangrijk? Daarmee creëer je anticonceptie waar je eigenlijk nooit meer over hoeft na te denken, behalve als je voor de beslissing staat, wil ik een kind of niet? De rol van Brainport is om ons als start-up te helpen een gezond bedrijf te worden. Dat doen ze door ons advies te geven, op de juiste plekken in te spelen, de juiste vragen te stellen. We zijn natuurlijk niet alleen bezig met het bouwen van een product, maar ook met het bouwen van een bedrijf. Er is een reden waarom we in Eindhoven zitten, omdat het een high-tech hub is, omdat het een medtech hub is. En daar zijn ze ook heel behulpzaam bij geweest. Ik denk dat het voornaamste is dat het alles in de regio met elkaar verbindt. Dus dat je echt die verbinding hebt tussen verschillende medtech bedrijven, zowel de start-ups als ook de grotere partijen, als ook de ziekenhuizen, zodat je door sneller verbinding te maken kan zorgen dat eigenlijk innovatie veel sneller op de juiste plek komt.